Gaas. En daarin speelt Vivian de Munck, en ik citeer even de kritiek, op een verpletterende manier de moeder die over haar kind praat. En dat kind is een terrorist die overleden is bij een aanslag. Hij heeft gedood. En hij is gestorven voor symbolen. En zo heb ik zijn moeder hem 2 keer verloren. 1 keer als zoon en 1 keer als lijk. Per productie die ik maak, koop ik altijd een nieuw schriftje. En ik denk hardop in die schriftjes. Meestal gaan ze na de première de vuilnisbak in, omdat het denkproces dan voorbij is, zeg maar. Het schriftje van Vivian zal nog een tijd blijven liggen, denk ik. Ja. Heldendom is een kwestie van timing en context. Had mijn kind zijn daden gepleegd in oorlogstijd en in een legeruniform, zou een monument voor hem opgericht. Zou in elke straat een straat naar hem genoemd. Is er een verschil? Een terrorist is iemand die door anderen niet goed wordt bevonden, anders wordt hij vrijheidsstrijder genoemd. We zijn dan principe en tot en met Anders Breivik, maar uiteindelijk hebben we gekozen voor een moeder van zo iemand, omdat je dan, dat is veel theatraler, altijd, en dat speelt Vivian briljant. De omweg is boeiend. Je zit altijd, ja, maar je zit altijd te denken, is er niet toch iets aan het vergoelijken? Wat mijn kind op die beelden deed, had iets van een zelfonthoofding. Of zoek ik nu weer iets dat er helemaal niet is, om mij te troosten, of om hem, ondanks alles, toch een beetje te vergoelijken. En zelfs als dat zo zou zijn, zou zij dat begrijpen? De moeder van zijn slachtoffer? Zou ik het kunnen? Als ik in haar plaats was geweest. Het is een pleidooi. Een genadeloos pleidooi voor zichzelf. Ook echt voor het kind, voor de zoon. Maar het wordt hoe langer hoe meer een spiegel voor die maatschappij. Er mogen nog zoveel bankencrisis uitbreken. Onze maatschappij, onze samenleving, heeft 1 betaalmiddel in petto voor wie jong is en niet gefortuneerd. Roem. Bekend zijn. Ongeacht waarin. Glamour is onze hardste valuta. Ik vroeg haar of dat het niet moeilijk was voor haar, gezien de ervaring met haar, het verlies van haar eigen zoon. Ze zei, het is voor mij eigenlijk een cadeau. Weet je? Ze speelde dat ook voor haar zoon. Dus dat was weer iets van het leven dat ze mij leerde. Een van de mooie dingen om iets over haar te vertellen is dat ze, toen we samenwerkten en gekend dat je hebt in het leven van alles, en ik zei ze op een moment tegen haar, oh Vivian, en dit en dat en allemaal emotionele dingen. Toen zei ze, schat, je moet het zien als een traan. Met compartimenten. Die een compartiment achter het ander. Zo moet het zeker. Altijd onthouden. Altijd onthouden. Jaren later, ik had haar jaren niet gezien, hoor ik dat haar zoon overlijdt. En ik denk, ik ga daar naartoe, naar die begrafenis. En ze staat daar. En ik loop naar haar toe om haar te omhelzen. En ze omhelst mij en ze zegt, schat, compartiment. Het is wat iedere ouder denkt. Dat hij zijn kop eerder zal neerleggen dan zijn kroost. Het tegenovergestelde, dat is botweg tegen natuurlijk. En die conclusie zit vervat in onze woordenschat. Nakomeling, nageslacht, nalatenschap. Moedertaal, hoor niet te liegen. En daarom voel ik mij zo onteigend en ontheemd.